allemaal, welkom terug. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Vandaag ga ik met Miss C, mijn jongste dochter, naar de première van Peppa Pig Live. Peppa Pig, het wereldberoemde roze knuffelbiggetje, is jarig. En Van Hoornen Entertainment heeft een leuke theatervoorstelling gemaakt voor de allerkleinste. Dus die gaan we bekijken. De première is in het Zaantheater in Zaandam. Ik ben nou nog thuis, maar we racen die kant op. En dan gaan we kijken wat ze ervan gemaakt hebben. We hebben er super veel zin in. Met chocola en al.
lachen, we zijn hier niet geweest. We stoppen we ons in de buik, we wensen allerlei. Dan roepen we verrassing. Maar pas als ik het zeg. Oh! Hallo, Henkie, doe jou zijn we compleet. Verstop je maar snel en zorg dat papa van niks weet. Maak je zorgen, maak je ze met z'n mond overlacht. Je kunt de handen is het laatste wat ik wil. Het is een verrassing, een verrassingsfeest. We lopen niet verklappen, we zijn hier niet geweest. We stoppen met ons niet in de mensen allemaal. Dan roepen we verrassing. Maar pas als ik het zeg. Ik heb een idee. Oh. Misschien willen jullie je ogen wel verstoppen. Oh ja? Ja. Dan doe je je handen voor je ogen. Ja. En als papa weer dan tot wie heeft verteld, dan roep je verrassing. Oké? Okay? Oké. Okay. Maar wel als het papa tot wie heeft verteld. Ja, precies. Hé, hey, ik heb nou een goed idee. Verrassing! Ik ben ook een feestmutsje opgezet. Oh. Verrassing! Ja, nee. Wat doe je? Drie. Yeah.
aanmaak, jongens. Het komt allemaal wel goed. Ik weet zeker dat ik het met je goed heb neergelegd. Ik kijk wel even mee. Ze door de bomen geen ons meer zijn. Wat het was afgegaan. Dat duurt goed al een tijd. En wat hebben we een tijd. Nu zijn zij maar zeker weg. In haar Yeah.
thuis. Het was een superleuke voorstelling. Ik weet niet precies hoe lang het heeft geduurd. Voor ons gevoel was het te kort. Mijn peuterdochter van 3 heeft enorm van genoten. Die vond het ontzettend leuk. Reageerde ook op hetgeen wat daar op het podium zich afspeelde. Als ze hem gingen verstoppen, dan deed ze de handen voor haar gezicht. Ze heeft gesprongen, ze heeft gelachen, gedanst. En ze heeft het ontzettend leuk gehad. Dus voor mij als moeder was het ontzettend leuk en aandoenlijk om haar daar dus bij te zien. En we hebben echt de tijd van ons leven gehad. Super leuk gedaan van Hoorn Entertainment. Dankjewel dat we erbij mochten zijn bij dit speciale moment. En als je hem nog niet hebt gezien en lijkt het jou ook leuk om bij een voorstelling van Peppa Pig aanwezig te zijn, kijk dan even bij je plaatselijke stad Schouwburg of het ook bij jou in de buurt langskomt. En dan moet je zeker even gaan kijken. Als je het een leuke video vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet om je te abonneren op ons YouTube kanaal. Dat doe je door op mijn hoofdje te klikken. Zo, patsboom. En tot de volgende keer. Doei!